Dames en heren, Donaghy Abena. Zijn tegenstander komt uit voor deze gym in Nederland. Ook geen onbekende, heeft vaker hier gestaan. En u kent hem intussen al van zijn eerdere gevechten. If you're a fan, make some noise for Clyde Brunswick. Hij komt eraan, dames en heren. Clyde Brunswick. Dames en heren, Clyde Brunswick. Een titelgevecht. Clyde Brunswick die zal draaien vanuit de rode hoek. En zijn tegenstander, Donaghy Abena, in de blauwe hoek. Oké, we gaan naar het tweede titelgevecht voor de avond. Dat is Abena tegen Clyde Brunswick. Maar voordat we een beetje praten over het gevecht, tevreden wat u tot nu toe gezien hebt? Ja, de meeste partijen waren spectaculair. Mm-hmm. Ja, mijn punt dat Irving Sabayo niet heeft gevochten, een beetje zich heeft teruggetrokken, dat is, vind ik een minpunt. Het kon best wel een mooie partij zijn geworden. Wat de reden is. Ja, niet steekhoudend. Ik vind best wel dat hij beter kan. Want het is de tweede keer dat Sabayo niet vecht en zich terugtrekt tijdens een groot gala. Het is de tweede keer. Nee, het is de tweede keer. Dus ik vind het niet kunnen voor zo'n groot gala. Ja, dan krijgt men soms de indruk dat het een opzet is. Ja, het lijkt wel een opgezette zaak. Waarschijnlijk, laten we zeggen. We hopen dat het niet zo is. We hopen het. We hebben ook een mooi gevecht gehad van Donovan Wissen. Ja, een hele technische vechter. Heel mooie partij. Hij is heel scherp en hij kijkt goed. En hij heeft flink kunnen scoren. En die fouten die de tegenstander heeft gemaakt, heeft echt munt daaruit geslagen. En direct afgestraft. Ja, ook direct af. Ja. En Remy Vector is een heel goede vechter. Hè. Ja, die heeft ook in Glory gevochten. Dus hij valt ook niet te onderschatten. Dus dat geeft ook aan de kwaliteit van Donovan Wissen. En dan het gevecht die we daarnet hebben gehad was, tegen de Chinese Sheng. Oh ja, ook een zeer technische partij waarbij die vechters puntjes probeerden te pakken en uit de fouten probeerden te scoren en anderen af te straffen. Dat was een heel technische partij. Ik hoorde Miles aangeven dat hij na 2 jaar weer vecht. Hij heeft het heel goed gedaan. Ja, het was een mooie partij, technische partij. Oké, we krijgen Brunswick en Abena. Brunswick, geen onbekende hierbij. Ja, die heeft mooie partijtjes neergezet tijdens grote galas in Suriname. Zijn tegenstander is een vrij brutale vechter, dus het belooft wel een spektakel te worden. Het zal me niet verbazen als deze partij eerder eindigt dan gepland. We zijn benieuwd. Ja. Dus hoe kan een gevecht in de A-klasse? Dat betekent ook 5x3 minuten. 5x3 minuten, keihard knokken. Nou, Brunswick vertelde eerder dat hij eigenlijk een paar maanden niet in de ring is geweest vanwege een schouderblessure. Ja, ja, ja. Dus was uit de kom. Oké, dus dat kan ook een beetje parten spelen. Laten we hopen dat het niet echt invloed heeft op zijn vechtstijl. Hij is nu wel helemaal hersteld. Dus, ja. Maar ja, Abena heeft hem ook flink geblufft. Kijk hier. Een heel brutale vechter, die Abena. Maar dat maakt het alleen maar interessanter. Geef elkaar een hand, jongens. Echt een vrijpost. Ja. Helemaal waar. Maar zo hoort het eigenlijk, hè? Ja. Het kan ook een mindgame zijn om die tegenstander uit zijn mindset te halen. En zijn gameplan een beetje te beïnvloeden. Is de goede stoot. Ja. En zijn ietsje zwaardere vechters, dus die stoten komen ook heel hard aan.
Ja, de eerste ronde een beetje aftastend. Niet te veel kruid gaan verschieten. Ja, want het is 3x5. Ja. Ja, maar dat is eigenlijk niet normaal, hè? Ja, dat maakt niet echt veel indruk. Want hiermee scoor je eigenlijk geen punten. Nee. Komt te vallen. Nee, dan score je sowieso niet. Dit is ook een titelgevecht, 5x3 minuten. Dus ja, gewoon je energie goed verdelen over de ronde. Ja, meestal als je denkt het is een titelgevecht, dan denk je dat die vechters gelijk gaan aanvallen. Eenmaal toch een titel. Ja, het kan ook verkeerd aflopen als je gelijk erin gaat en je maakt de fout en je gaat neer. Dus een beetje aftasten en kijken wat die tegenstander doet, ja, wat hij kan. Ik zie dat Abena durft. Ja, en hij flink heeft gescoord met een mooie combo. En hij eindigt met een low kick. Ja, Brunswick die kijkt nog even wat en hoe hij moet scoren. Ja, Abena die... Ja, die scoort. Ja, die neemt het initiatief met een mooie boxcombo en een leverstoot naar het lichaam. Het valt me nu al op dat Abena weinig gebruik maakt van zijn benen. En meer focus op zijn boxtechnieken, ja. Ja, dat is wel waar. Ik begrijp dat hij meer een bokser is dan... Er zit sowieso meer kracht in zijn stoten. Misschien heeft hij dan meer geloof daarin. Ja, terwijl Brunswick het eigenlijk meer moet hebben van zijn benen. Ja, en hij is meer de complete vechter. Alhoewel ik nog geen, niet al te veel traptechnieken heb gezien. Nee, het is inderdaad ja, af en toe maar tegen de dijen. Maar... Ja, maar niet echt veel traptechnieken. Ik denk misschien dat hij de eerste ronde even een beetje voorzichtig gaan, even uitkijken wat en hoe. En dan hopelijk gaat hij vlammen in de tweede ronde. Mooie stoot. Ja, hij heeft mooi gescoord daarnet. Ja, eigenlijk vroeg Brunswick aandacht van de arbiter. Ja, maar die heeft het dan even gemist. Ja, dat was volgens mij een... Als het gelijk opgaat of zeg je dat Abena toch wel wat meer gescoord heeft? Ik vind ze toch een gelijk opgaand partij. Ze zijn tegen elkaar opgewassen met Abena die meer het initiatief nam om te scoren met zijn boxcombo's. Dus ik verwacht wel veel meer van Brunswick in de tweede ronde. Ja, gezien zijn ervaring. Ja. En ook zijn vorige partijen. Hij heeft heel prachtige partijen neergezet. En ik verwacht veel meer van hem. Ja. Nu kan je nog niet spreken van vermoeidheid bij hem. Ja, nog niet echt vermoeidheid bij de vechters. Meestal na de tweede ronde dat begint het paard te spelen. Ja, de laatste instructies worden nog gegeven. Ja, de laatste instructies van de trainer. Anderhalve minuut. Bij de A-partij is de rust anderhalve minuut. Oké, dan gaan we naar de tweede ronde. Ja. Brunswick staat er al klaar voor. Ja, helemaal. Ik zie dat hij veel meer van plan is dan de eerste ronde. Ja. Hij geeft ook veel meer schijnbeweging. Ja, om zijn tegenstander een beetje uit te lokken. Ja, wat probeert Abena hier te doen? Hij probeert hem omver te gooien. Ja, het is hem toch gelukt. Ja. Scoort hij punten hiermee? Nee. Nou, je brengt je tegenstander wel uit balans. En een beetje... Verzwakking. Ja, een beetje verzwakking. Je wordt een beetje moe van het steeds vallen en opstaan. Maar echt punten scoren bij die technieken, die worp technieken, niet echt. Ik moet zeggen dat tot nu toe Abena goed wel tegen. Ja, hij blijft scoren, hij blijft het initiatief nemen.
Ik vind wel dat Brunswick een beetje te afwachtend is. Misschien loert hij naar een fout van de tegenstander. Wat gebeurt er hier? Tegen het kruis getrapt. En dan krijgt Abena dan hersteltijd. Maar dan zie ik ook wel, hij mag dan wel niet in zijn eigen hoek gaan om adviezen te nemen. Nee, hij moet naar de neutrale hoek. Neutrale hoek. Jawel. En toch zie je dat soms, ook al gaat die thai-boxer naar de neutrale hoek, dat de... Dat de coach toch instructies geven. Ja. Dat gebeurt toch. Ik denk dat we eerder op de avond bij een van die gevechten wel hebben gezien. Oké, ja, dus het gebeurt toch. Het mag niet, maar het gebeurt toch wel tussendoor. Ja, een gevaarlijke kniestoot van Brunswick. Hij staat er bekend voor. Heel krachtige kniestoten naar het hoofd. Ja, nu komen die benen van Brunswick iets meer in beweging. Ja, hij probeert te scoren met wat low kicks. Ja. En een mooie hoge trap, springende Mawashi naar het gezicht. Zo, ze beginnen aardig los te komen nu. Ja, ik denk dat Brunswick dat vaker moet gaan proberen. Ja, zodat hij die openingen vindt om verder te scoren. En niet te lang afwachten. Want als hij op dezelfde manier als een tegenstander gaat vechten, van, dan is het in zijn nadeel. De tegenstander echt, die wil gewoon boksen. Ja. Zo. Ja. Ja, geprobeerd, ja. Maar jammer niet gescoord. Maar soms heb je wel geluk dat je... Dat het dan goed aankomt. Ja. En Abena lijkt een beetje met meer zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen te vechten. Zeg je, Abena? Abena, die toont wel meer vertrouwen in zichzelf. Ja. Ja, tweede ronde. Welke kans zouden we opgaan, Brunswick of Abena? Nou, ik vind dat Brunswick toch veel meer heeft gedaan dan de eerste ronde. Ja, hij moet nu wel echt... Ja, dus ik zou wel deze ronde aan Brunswick geven. Hij heeft veel verschillende technieken gebruikt en hij heeft toch wel kunnen scoren met zijn beentechnieken. In de tweede ronde? In de tweede ronde, ja. Nogmaals? Ik denk dat zijn trainer hem ook duidelijk maakt dat het niet tijd is. Ja, sowieso. Ik heb wel betere performance van Brunswick gezien. Dus ik hoop dat we in de derde ronde veel meer van hem kunnen aanschouwen. Ja. Ja, Abena lijkt wel een geduchte tegenstander te zijn. Hij is een goede bokser. Ja. Hij maakt ook weinig gebruik van zijn benen. Ja. En dat maakt het eigenlijk een beetje moeilijk voor Brunswick. Ja, hij moet op zijn hoede zijn voor die bokstechnieken van Abena. Ja. Hij dwingt eigenlijk Brunswick om op zijn manier... Ja, om te focussen op het boksen in plaats van het compleet vechten. Terwijl Brunswick in feite gewoon zijn eigen... Ja, zijn eigen stijl moet hanteren om zo flink te scoren. Ja, dus dingen valt er in. Ja, een mondbeschermer valt uit zijn mond. En, van wie? Ik denk van Abena. Hij moet even gewassen worden en weer in zijn mond worden gestopt. Ja, en dan moet de mat even weer geveegd worden als er water natuurlijk. Ja, zodat ze niet gaan uitglijden tijdens het vechten. Er lijkt wel veel kracht te zitten in die stoten van Abena. Ja.
Brunswick loopt eigenlijk om zijn benen te halen. Ja. Nou, wat probeert hij? Ja, hij probeert de clinch technieken te ontwijken door zo dicht bij de tegenstander te blijven. En geen ruimte te geven voor die knietjes. Oh, ja. Oké, dat is een goede cross tegen het hoofd. Oké, Brunswick probeert het met een trap naar het gezicht. En toch vind ik dat hij veel minder trap dan gebruikelijk. Ja, Brunswick. Brunswick, ja. Ja, maar omdat hij eigenlijk precies vecht als het tegen. Ja, rekening houden met de boxkwaliteiten van Abena. Ja. Maar die is niet direct, is een heel goed, heel mooie boxcombo. Mooi man. En daar is Abena heel sterk in. Hij is heel goed in, ja. En hij ontwijkt ook prachtig een hoek van Brunswick. En het kan maar één stoot zijn en dan is het afgelopen. Minste geringste, hij gaat neer. Ja, hier probeert hij dus wel met zijn benen. Ja, jammer genoeg lukt het niet. Ik bedoel, hij heeft een goede traptechniek aan binnen. Ja. Ik vraag me af inderdaad waarom hij blijft vechten op de manier hoe hij binnen. Eigenlijk is het meer een zijn nadeel. Ja, als je een goede bokser hebt en je gaat mee willen boksen, kan het in jouw nadeel uitpakken. Ja, dat mag niet, hè? Ja, de ref die had aangegeven stoppen en daarna mag je geen techniek uitbrengen. Ja. Maar worden dan hier punten vanaf net? Nee, je krijgt eerst een waarschuwing. Brunswick geeft aan dat hij het niet heeft gehoord, dus je kan hem niet daarop gelijk gaan afstraffen. Je krijgt eerst een waarschuwing, als het vaker gebeurt, dan krijg je 1 punt in mindering. Ja, Abena heeft veel meer gedaan. Prachtige boxcombo's en hij heeft flink gescoord. En je ziet duidelijk dat Brunswick niet goed uit de verf kan komen. Hij gaat ook mee boksen met een betere bokser. En hij laat zijn betere technieken laat hij achterwege, die traptechnieken. En zijn knietjes, die gevaarlijke knietjes van Brunswick, ja, ik heb dat nauwelijks gezien in de voorgaande ronde. Eigenlijk is het tegenstander helemaal blij met. Natuurlijk. Want je doet gewoon waarin ik goed ben, dat doe jij. Je gaat mee boksen. Ik ben goed in het boksen, dan ga je ook mee boksen. Dan ga ik gewoon domineren. Wel Brunswick dat niet heeft. Hij is geen goede bokser. Hij is een complete vechter. Ik kan wel goed scoren met die bokstechniek, maar hij is een complete vechter. Arme benen, die knietjes vooral. Maar ik zie weinig van die knietechnieken en die traptechnieken. Ja, misschien niet gespaard voor de laatste 2 ronden. Hopelijk is dat het geval, dan kan het publiek genieten. Ja, Abena is helemaal ready. Ja, dat laat hij natuurlijk. Ja, en dat maakt ook indruk, hè? Ja, een beetje show weg. Ja. Eigenlijk ook een beetje inspelen op je tegenstander. Ja. Zodat hij een beetje gaat twijfelen van, hey, ik ben een beetje moe, die man is helemaal ready. Oké, wat snelle pontjes van Abena. En hij blijft werken. Ja, eigenlijk zou Abena hier moeten scoren, ja. Wil hij alsnog kans maken om dit gevecht te doen. Ja. Ik ben het af. En Abena heeft wel snelle jabs. Zijn linkse jab zijn echt snel en hij scoort ermee. En het is echt storend als die jab steeds echt op je afkomt. En het ook met kracht komt. Het brengt je helemaal uit je doen. En hij leidt heel goed in met zijn linkse jab. Om daarna zijn boxcombo's af te ronden. Eindelijk gaat de arbiter lang hier ingrijpen. Ja, de tegenstander was uit balans.
Oké, dat was een mooie cross van Abena, rechtse cross. Dat is echt vol op de kin van Brunswijk. Ja, hij heeft één geluk dat het niet aan de andere kant terecht gekomen is. Gelukkig kan hij het incasseren. Ja, Abena, Brunswijk vecht precies zoals Abena dat eigenlijk wil hebben. Ja, dat zou hij vaker moeten doen. Benen. Ja, veel vaker. Veel meer een beetje gevarieerd vechten in plaats van steeds te gaan blijven meeknokken. Want als hij zo blijft, als hij blijft meeknokken, gaat hij niet winnen van... Gaat hij niet winnen. Abena, denk ik. Ja, duidelijk. Want Abena blijft scoren met die stoten van hem. En hij bepaalt het tempo. Abena bepaalt. En hij kijkt heel goed. Abena, ja. Hij kijkt heel goed wat eraan komt. En ja, weer een goede jab naar het gezicht van Brunswijk. Die jabs van hem zijn snel. Ja, jab en een binnenwaartse trap naar het dijbeen. Ja, Brunswijk die blijft wachten. Okay. Ja, maar als je blijft wachten en je blijft... En je scoort niet, nou dan wordt het een verliespartij. Heel prachtige counterbox technieken van Abena. Ja, dat was mooi. En je ziet, hij kijkt en hij ontwijkt heel mooi die boxstoten van Brunswijk. Dat was een mooie ronde. Dat was een heel mooie ronde. Ja, Abena heeft link gescoord. Dit was een beetje overduidelijk. Vergeleken met de voorgaande ronde heeft hij flink gescoord. Ja. Goed ontwijken, kijken wanneer die stoten van Brunswijk komen, ontwijken en dan counteren. En hij heeft flink gescoord. Lijkt alsof Brunswijk een beetje radeloos is wat hij nou moet doen om deze man klein te krijgen. Ja, maar het moet als je precies in het straatje van je tegen. Ja, je eigen strategie is gewoon, wordt gewoon verwaarloosd. We zijn al in de laatste ronde. In de laatste ronde is Roppe veronder. Hij staat daar bij de ingang op je te wachten. Mevrouw Van Rabenswaaij, uw broer staat bij de ingang hier beneden op je te wachten. Ja, ik ben wel onder de indruk van deze vechter Abena. Ja, heel tactisch pakt hij het heel goed aan. En hij is een heel goede bokser. De laatste ronde, dames en heren. Hier zo'n andere beslissing. Ja. Brunswijk tegen Abena. Dus Brunswijk, hij is ready om te knallen. Hij moet alles geven deze ronde. Hij moet alles geven, Brunswijk moet alles geven deze ronde. De laatste ronde. Met Pusufaya. Met Galinga Kotfonk. Zag aan toe de pregoen na Zubu. Mooi schiet de pregoen. Ja, Brunswijk weet ja, die komt heel agressief uit zijn hoek, sterk aanvallen. Wow, mooie bokstechnieken, prachtig. Hoi. Goede knietechniek in het clinchen. Goede knietechniek. Oké, nu moeten ze uit elkaar. Oké, goed gescoord met de low kick tegen het eind van zijn combo. Ja, hij blijft storen met zijn jabs en hij ontwijkt die stoten. Heel mooi. Kijk, goede traptechniek daar van Brunswijk. Traptechniek naar het lichaam. Kijk,
geen makkelijke wedstrijd voor hem. Nee, helemaal niet makkelijk. Hij moet alles geven. Ja. Laten zien wat hij wil. Alles uit de kas halen om toch nog goed te scoren, een goede performance te hebben. Als Brunswijk zo blijft vechten, dan ja, ziet er wel uit dat hij dit gevecht gaat verliezen. Ja, het ziet er naar uit. Ja, dat was een goede linkse jab. Van Abena daarnet. Ja. Oké, springende knietechniek van Brunswijk. Heeft nog even gescoord. Ja, Brunswijk blijft toch een beetje voorzichtig. Ja, maar nu is het niet echt om een beetje gewoon de aanval op te zetten. Ja. Daar zijn natuurlijk weinig minuten in deze laatste. Ja, hij heeft dan weinig tijd om echt een goede indruk te maken. Of tenminste voor een KO te gaan. Ja, het publiek zelf bekend. Ja, want hij heeft natuurlijk zijn aanhang. Genoeg supporters. Maar waarom stopt de arbiter hier? Ik denk dat er iets mis is met de tape aan de glove van een van die vechters. Of ergens, een snee bij Abena. En dan komt de ringarts om het even te behandelen. Oh, maar dus Abena heeft een... Een snee in zijn gezicht en de ringarts is dan even bezig het aan te pakken. Zoals het eerder in de partij was, eerder in de vorige ronde, dan zou het wel in het voordeel uitvallen van Brunswijk. Maar in dit geval niet? In de laatste ronde hangt er vanaf hoe ernstig de snee is. Ik denk dat hij een bloedneus heeft. En de arts is dan bezig met zijn neus. Als Brunswijk hieruit munt kan slaan, dan is het... Ja, toch nog, kan het toch nog lukken voor hem. Maar zo niet, ja, je kan toch normaal onder deze omstandigheden doorvechten. Een beetje voorzichtig, sterk verdedigend. Dus dat hoeft geen probleem te zijn voor Abena als hij slim is. Een beetje aangedaan. Ja, hadden wat bloedverlies bij Abena. Ja, in dit geval, wie moet aangeven als hij wel door? De ringarts geeft dat aan de hoofdjury. En de referee maakt dan bekend hoe verder. Ja. Als het goed wordt behandeld, kan hij gewoon normaal doorvechten en gewoon zichzelf goed beschermen. En toch nog netjes afronden. Kijk hier. Wordt er nog wat gezegd tegen Brunswijk? Oh ja, het is in een neutrale hoek worden toch nog instructies gegeven. Ja, eigenlijk kan hij niet meer, want het blijft bloeden, hè? Ja. Ja, een vechter met mentaliteit vecht gewoon onder deze omstandigheden. Vooral als je voorstaat. Of als je de indruk hebt dat je voorstaat, dan ga je gewoon normaal doorvechten. Ja, een beetje beschermend, nu een beetje voorzichtig. Ja, ogen trap. Ja, oké. Einde van deze partij. Hele taaie partij. Hele taaie tegenstander voor Brunswijk. Mooie partij. Ik ben benieuwd hoe de juryleden dit hebben gezien. Ik ben benieuwd. Ja. Zelfs denk je dat Abena dat gevecht naar zich toe trekt? Ja, naar mijn mening
is het in het voordeel van Abena. Maar natuurlijk, de andere juryleden zien het vanuit hun perspectief. Dus ik ben benieuwd wat het wordt. Nou, Abena heeft een mooie slag gehad van dit. Ja. Dus, het blijft doorbloeden. Ja. Ja, kijk hier. DC Merkels wil ik vragen om de prijs uit te reiken. Komt u maar, DC. Wie wordt het? Rustwijk. Dat is wel Abena. Ja, een vechter met mentaliteit. Echt een. Een vechter om respect voor te hebben. Een knokker. En ondanks zijn blessures en bloeding aan zijn neus. Toch gewoon netjes afgerond. Ja, iedereen wacht van spanning. Ja. Om te weten wie de uiteindelijke winnaar is. Ja, beide verwachten. Maar dat kan niet. Ja, tenzij het een draw wordt. Ja, de jury heeft dan bepaald. En dan kijken we uit naar de uitslag. De jury heeft het niet makkelijk. Maar er kan maar één winnaar zijn. Dat is de jury niet makkelijk, want in dit geval, als het een draw wordt, wordt er nog een ronde. Nog een ronde. De uitslag is bekend, dames en heren. DC Nerkus staat in eerste instantie moet er een winnaar uit de bus komen. Abena tegen Brunswijk, Brunswijk tegen Abena. De winnaar van deze partij is geworden de man die vanavond gedraaid heeft vanuit de groene hoek. De winnaar van deze partij, dames en heren, is geworden de man die gedraaid heeft vanuit de blauwe hoek, ja. Tanaki. De terechte winnaar. Hij is de terechte winnaar voor deze avond. Een welverdiende Tanaki overwinning. Tanaki wint op punten van Brunswijk. Nou, ik denk dat hij het beter moet weten, want hij heeft veel minder gedaan van wat wij van hem gewend zijn. Dames en heren, de winnaar Donaghy Abena. Jammer voor Brunswijk, maar ja. Ja, maar de wedstrijd gaat over 5 ronden, niet maar 1 ronde. En al wil je 1 ronde, je tegenstander wint 4, ja, ga je toch verliezen. 1 partij voor de avond. Welverdiende winst voor deze vechter. Kan beide kanten opgaan. Helemaal. Dan is het mijn vraag, heeft Johan Werk de rematch live?